En die dame daar, die zat er net op de picknicktafel. Daar heb ik even 2 foto's van geschoten met mijn normale mobiel. Dus die ga ik proberen erin te verwerken. Was leuk. Ja. Dus die is nou aan het rondhuppelen en aan het doen. Ja, wat moet je? Hoor je erin? Dan moet je even geduld hebben, hè? Ja. Nou, achteruit een stukje. Kom maar. Goed zo. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is alweer reeds laat hoor. Ja, tenminste, het heet laat. 14:46. Ik kom net uit mijn bed rollen. Maar het maakt niet uit, ik ben al wel wakker geweest. En die dame daar, die zat er net op de picknicktafel. Daar heb ik even 2 foto's van geschoten met mijn normale mobiel. Dus die ga ik proberen erin te verwerken. Was leuk. Ja. Dus die is nou aan het rondhuppelen en aan het doen. Kandel, die is ook net weer binnen. Die is een hele ochtend buiten geweest in de regen en al. Maar ik denk dat hij zich verscholen heeft voor de regen. Hé? Ja nou. Ja, maar ja, ik zal mijn stoel even loskoppelen van de stroom. En die moet ook wat aan de lader, want dat zit ook op accu, hè. Er zit een accu in, onder de stoel. Want het is een trippelstoel, geen bureaustoel, maar een trippelstoel, oftewel een werkstoel. En dan moet ik even iets met mijn hoofd naar beneden. Ik ben er niet bij. Zo. Stok ophangen. Kijk, ga ik mijn oorbellen er even erin zien te krijgen. Ja, toch? Oh, ik geloof dat ze naar binnen wil. Dan moet ik het weer even neerleggen. Ga ze even weg. Hallo, Kandel. Even naar de kant. Wil je weer binnenkomen? Oh, ik heb zo weer op de tekst staan. Malle meisje. Malle meisje. Ze zit gelijk weg alweer. Grappig is dat hoor. Ja, nu moet ik even het gaatje zien te vinden. Dat is zo garrig. Ja! Oh ja man! Ja, en daar had je rijken weer op je nek. Oehoehoe. Ja. Wel uitkijken, hè. Zo, dat is 1. Dan moet je 2 hebben. Nou, hé. Rustig. Het hoeft niet kapot daar. Hé. Hey. Rustig. Oh, die zit er al in. Dat gaat snel. Soms heb ik er moeite mee en dan gaat het snel. Hoe doe ik dat, hè? Ja. Ja, vandaag alweer zaterdag. En we leven op de 22e. En waait hard in ieder geval, want ik heb het horen stormen, ik heb het horen regenen. Nou, het spoelt die kwaadje er nog niet uit, dacht ik bij mezelf. Want ik zou op dat moment naar beneden om Rijka er weer uit te laten, dan hem naar boven mij gaan te kleden. Ja, wat denk je, val ik ook nog eens een keer weer in slaap? Ja, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling geweest. Maar ja, daar kan ik niks aan doen, dan heb ik mijn lichaam wat groot nodig. Andere mensen die gaan rond een uur of 10, 11 naar bed. Ik ken mensen die gaan zelfs al om 9 uur naar bed. Nou, hallo. Je hebt een avond. Die heb je niet voor niks. Dus ik wil nog wel wat aan mijn avond hebben. Nou ja, en ik zit graag dan op Facebook. Overdag heb ik bijna niet aan of ik moet voor aan het renderen. Nou, en voor de rest, ja, dan doe ik andere dingetjes wat ik graag wil.
Ja, zoals eventjes met Rijken lopen, of even de stad in. Ja, dat ze geen s'avonds in, want s'avonds zijn de winkels gesloten. Dus, maar je maakt niet uit. Ah, nee hoor. Zo, ze zitten erin, lieve vrienden. Moet ik even kijken, voor Gandalf. Ja. En die zit door. Nou, dan moet ik de tafel vandaag nog even opruimen. Ik moet weten of die batterijen leeg zijn. Dat doe ik altijd met een puntje van mijn tong. Maar ja, dat moet je me net zien hebben, want ik kan fietsje maken. Dit moet in de kast. Dus ja, ik ga lekker een bakje koffie maken en de diertjes even verzorgen. En dan met Rijka lopen. En dat ik eventjes door de stad heen ga met Rijka. Ja, ze zal wel niks doen in de stad, want ze moet gras hebben enzovoort voordat ze eindelijk wat doet. Maar dan ga ik eventjes hier, dus ja, kind doen. Klein stukje langs de gracht en dan de stad door. Zeg iets wat anders, toch? Ja. Hé, meisje lief? Ja, doen we. Gaan we straks doen. En ik, ik neem niks mee, geen camera. Nee. Ik ga het altijd vertellen wanneer ik thuis ben of ik het gered heb. Ja, want als het gaat regenen, dan ben ik zo weer thuis. Dan ga ik de stad niet in. Ik laat me niet voor niks nat regenen. Nee, dat doet niemand niet. Ik ga niet, als het regent, ook voor je plezier de stad in. Nee, ik tenminste niet. Dan wil ik wel een knap weer bij hem. Maar oké, ik zou zeggen, geniet jullie maar wel. Ik ga, doe het op mijn eigen manier. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer enige tijd thuis. Ik ben ook een hele grote, lange blok om geweest met Rijka. Alleen nog, ik was één ding vergeten. Hoe dom kan je wezen? Ja, ik had mijn mobiel op mijn bureau neergelegen met de wandel-app die ik erbij heb al opengezet. En dan vergeet ik mijn mobiel mee te nemen. Ja, en de wandel-app dus verder nog aan te zetten. Ik had hem er wel voor, maar er niet aan. Ja, wat moet je? Ga je erin? Dan moet je even geduld hebben, hè? Ja. Nou, achteruit een stukje. Kom maar. Goed zo. Zo, ook weer gedaan. Dus ja, die lag nog op mijn bureau dat ik thuis kwam. Ik zou met mijn jas ook gaan. Ik denk, hè? En dan nou. Toen lag die dus nog op mijn bureau. Ja, hoe dom. Ik vind het heel erg ook voor mezelf. Want ja, alle calorieën die ik verbruikt heb vanmiddag met het lopen. Want het was echt een best een blok om. Want ik ben naar de gracht toegegaan. Ben ik die kant op gelopen. Toen had ze nog niet gepoept. Ben ik weer teruggelopen tot hier. Weer die kant op. Nou ja, in dat tussenstukje heeft ze wel gepoept, maar ik had niet gezien of ze geplost had. Toen ben ik richting de stad gegaan. En nou, een heel blok om geweest. Ja, heel blok om. Over de markt, nou ja, wat er nog van over was, want de meesten waren alweer naar huis. Maar in ieder geval, ik ben een heel blok om. Ik denk dat het wel langer was dan 2 kilometer ook. Maar ja, ik probeer het volgende keer weer te lopen. En dan hoop ik dat ik hem niet vergeet. Ja, want ik had dat stukje 3 keer gedaan. Eerst die kant op, toen weer die kant op en toen weer die kant op. Omdat zij nou eerst wat moest doen. Nou ja, en toen richting het centrum. Nou, mijn hemel. Jongen, nog een toe. Hoe dom kan je zijn om je mobiel te vergeten? Er had net zo goed wat kunnen gebeuren, weet je? Ja, had ik mijn mobiel niet bij me. Nou ja, pech. Ik ben ook maar een mens. Vergeet ook wel eens wat. Ja. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed. Ik probeer het de volgende keer weer. Ja, ga ik hetzelfde proberen weer te lopen als ik me dat nog kan herinneren. Want ja, en dan kom je nog iemand tegen, dan sta je nog even mee te praten. Nou ja, dan kan je de volgende keer, misschien kom je die dan niet tegen, weet je.
was een aangetrouwde familielid van me, dus ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik ga de computer zo meteen aandoen, hoe laat leven? 4:05, dus fijne namiddag gewenst. Ik ga de computer zo meteen aandoen en dan zal ik proberen weer even wat in elkaar te flansen voor jullie. Ja, dat ik hoop dat jullie het gezellig vinden. Oh ja, er was één filmpje, was een gedeelte zwart. Ik vat dat niet, want dat ik hem afspeelde, toen was hij nog goed en later is dat ineens zwart. Dus ja, ik kan hem ook niet opnieuw maken, want ik had dat andere alweer weggegooid. Dus ja, ik hoop dat het de volgende keer, dat het nou in vervolg wel goed zal gaan. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Mens maakt nou eenmaal fouten, we zijn geen robot. Ofwel dan, ben je wel een robot? Nou, dan meld je het maar. Dan wil ik graag weten hoe je dat doet. Ja. Nou, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga weer even de van tussen. Even Rijka weer uitlaten, want die wilde weer nodig uit. Ik ben ook aan het renderen, maar ja, ik kan nog even niet verder. Want zij gaat voor, dan pas dat. Dus dat komt straks wel. Ook hebben de dieren al eten gehad. Ik moet nog, maar ik heb het makkelijk. Ik zal het zo vast even pakken. Dat is zo'n lekker broodje. Ja, ik heb er gisteren ook heen en zo meteen weer heen. En is dat ook maar weer op. Lekker makkelijk. En dan morgen weer eens kijken naar iets anders. Ik heb ook vanmorgen nog vlees in de supan. Dus het komt allemaal lekker goed. En mijn haar dan, nou, dat zit voor geen meter. Maar ja, ik ben vanmiddag ook een beste wandeling gedaan. Ja, Karin die heeft me even geholpen. Om die route die ik gelopen had vanmiddag uit te stippelen bij Google Maps. Daar heeft ze een foto van gemaakt. Dat wil ik even laten zien als ik hem vinden kan. Ho, moet ik hem wel even vinden. Ja, daar is die al. Dan ga ik hem even openen met foto's. Nou, het stippellijntje moeten jullie volgen. Ja, daar woon ik. Nou, oh ja, de gracht heb ik een paar keer gedaan. Nou ja, het is hartstikke leuk. Een hele grote route. Er staat 26 minuten, maar ik heb er langer over gedaan. Want dat geldt alleen maar voor gezonde mensen. En het is 2,2 kilometer. Ja. Dus ik heb me wel weer goed mijn best gedaan, dacht ik. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder. En doe wat jullie doen willen, doen moeten. En wees lief voor elkaar. En ik zou zeggen, tot strakjes maar meer. Doei, doei, doei.